Hallo allemaal, vandaag wil ik het hebben over de waterstof-CV-ketel. Een nieuwe ontwikkeling die best wel in rap tempo zich aan het verder ontwikkelen is in Nederland. Er is al een bedrijf wat daar druk mee bezig is en er is al een grote proef aan de gang in Rozenburg. Dus laten we eens kijken naar het artikel hierover, wat dit product precies is en wat het kan betekenen. Dit is een artikel van het AD en het gaat als volgt. CV-ketel op waterstof duurzamer en goedkoper dan warmtepomp. Niet alleen een warmtepomp kan verwarming op aardgas vervangen, de waterstofketel komt eraan. Goedkoper en duurzamer, zegt kachelproducent Remea uit Apeldoorn. Nou, Remea, die ken je misschien wel. Het is ook een hele grote partij op het gebied van CV-ketels en warmtepompen. Ja, dus dat is wel goed dat zo'n grote speler hiermee bezig is. Dat is een goed teken. Nou, en dan gaat het artikel verder als volgt. We moeten van het aardgas af en massaal aan de warmtepomp, waarvoor we eerst ons huis drastisch voor een lieve som dienen te isoleren. Die indruk kan ontstaan als je de klimaatdiscussies volgt. Niet helemaal waar, zegt Remea. De Apeldoornse ketelproducent presenteert deze week een goedkoper en duurzamer alternatief. De waterstofketel. Op de bouwbeurs in de Utrechtse jaarbeurshallen is de CV-ketel op waterstof deze week een regelrechte hit. Geen wonder, want Remea is de eerste Nederlandse ketelproducent die met een prototype van een waterstofketel naar buiten treedt. Dit apparaat kan straks je huis veilig verwarmen zonder extra isolatiekosten waarom een warmtepomp vraagt. Nou, dus dat is wel heel handig, hè, dat je moet misschien wel je ketel vervangen, maar je hoeft niet heel je huis zodanig te isoleren als dat nodig is bij de huidige reguliere warmtepompen. Dan gaat het artikel verder als volgt. De ketel kan worden aangesloten op het bestaande netwerk waarmee we nu nog aardgas naar onze huizen brengen. Nou, dat is ook mooi dat je gewoon op hetzelfde netwerk, op hetzelfde leidingssysteem kan aansluiten. Dat hoeft dan ook niet anders te zijn. De ontwikkelingen gaan snel en wij willen daarin voorop gaan, verklaart Manager Innovatie Technologies Marco Bijkerk, de innovatiedrang van Remea. Voordat hij verder uitleg geeft, stipt hij een gevoelig punt aan. Er is heel veel discussie over de energietransitie. Moeten we van het gas af aan de warmtepomp? Maar we vergeten hierbij een onderliggend vraagstuk. Hoe komen we tot CO2-reductie? Nou, dit zal ook politiek wel heel interessant worden, want zij zijn degene die die wet hebben dat zij volledig energie-neutraal moeten zijn, dat wij dat moeten zijn als land, vanaf 2050. Dus zij hebben de baat bij om methodes te gebruiken die dat zo snel mogelijk kunnen behalen. Waterstof is hierop een antwoord. Niet het antwoord, beklemtoont Bijkerk. Want we hebben alle opties nodig, ook de warmtepompen. Die kunnen prima functioneren in nieuwbouwhuizen. Maar voor oudere woningen kan de waterstofketel een prima oplossing zijn. Er leiden meer wegen naar duurzaamheid, is het motto bij Remea. We willen graag laten zien welke mogelijkheden allemaal bestaan. Ja, en als je kijkt naar het woningenaanbod, dan zijn er natuurlijk heel veel woningen die vallen onder bestaand. En sinds een jaar is het pas zo dat woningen niet meer aangesloten worden per se op gas. En daarmee ook een andere infrastructuur hebben. Maar er zullen nog heel veel woningen zijn en blijven natuurlijk. Ja, die vallen gewoon onder bestaande bouw, waar isolatie gewoon een heel ander verhaal is. Het grote voordeel van waterstof is volgens Bijkerk dat je het makkelijk kunt transporteren en opslaan, zonder dat er energie verloren gaat, zoals bij de leeglopende accu's en batterijen. Dat is relevant omdat we straks veel afhankelijker zijn van zonne- en windenergie. Wanneer de vraag naar zonne-energie hoog is in de winter, heb je weinig zon. Dus moet je in de zomer, als er veel zon is, je energie opslaan. Bijkerk legt uit dat het omzetten van elektriciteit in waterstof via elektrolyse zich hiervoor leent. Deze duurzaam gewonnen energie zonder CO2-uitstoot kun je opslaan en bewaren voor wanneer het nodig is. Wil je deze energie gebruiken, dan vereist dat wel een distributienetwerk en producten die erop kunnen draaien. Met de waterstofketel komt Remea aan die vraag tegemoet. Nou, dan legt het artikel nog verder uit dat er slechts wat enkele aanpassingen nodig zullen zijn aan het aardgasnetwerk, maar dat het wel degelijk mogelijk is om dat te doen. En dat het gewoon wel een aantal jaartjes duurt voordat gewoon de waterstofketel voor iedereen beschikbaar is. Maar ja, zoals ik zelf wel merk, de tijd gaat snel genoeg, dus die paar jaren, dat komt vanzelf wel. Nou, dan gaat het artikel verder over een proef, hè, een concrete proef die aanstaande is. Het artikel gaat verder als volgt. Een eerste proef op grote schaal, is al aanstaande. In de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg gaat Remea vanaf maart in samenwerking met onder andere netbeheerder Stedin, gemeente Rotterdam en woningstichting Resort Wonen een proef houden in een appartementencomplex waar de ketel op zuiver waterstof gaat draaien. Dat is een eerste stap om van een prototype tot een productiemodel te komen. Nou, dan wordt er nog een stukje uitgelegd vanuit de hoogleraar zijn perspectief. Hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk, verbonden aan de TU Delft,
kwalificeert de CV-ketel waterstof als een kansrijk product. Hij noemt waterstof de ontbrekende schakel in de energietransitie. Deze ketels passen goed in oudere huizen, op het platteland en in de oude binnensteden. Volgens Van Wijk zijn ook hybride combinaties denkbaar tussen warmtepompen en waterstofketels. In de zomer kun je de warmtepomp aanzetten en in de winter op een piekmoment gebruik je waterstof. Nou, dat is op zich wel ideaal qua energieverbruik en neutraal zijn, maar het vind ik wel ineens weer heel veel techniek wat je in je huis moet aanschaffen. Tenzij het in één apparaat allemaal gecombineerd is. En dan gaat het artikel nog even verder over hoe dat dan geproduceerd moet worden, die waterstof. Dat kan bijvoorbeeld via windparken op zee, maar dat je het ook uit andere landen kan halen. En dan is het verder ook zo dat ketelproducent Nefit is bezig met moederbedrijf Bosch aan de ontwikkeling van cv-ketels op waterstof, maar die is minder fair daarin en die wil minder hard van stapel lopen, laat ik het zo zeggen. Nou, al met al klinkt het wel als iets wat ik wellicht zou kunnen aanschaffen in de toekomst in de bestaande woning die ik zelf heb. Klinkt wel als een concreet goede mogelijkheid. Nu heb ik nog even een paar dingen opgezocht over de bron, over waterstof zelf. En hier kwam ik het volgende tegen. Nou, hier op de website van Air Products heb ik nog even informatie gevonden over de stof, waterstof zelf. En gaat als volgt: wat is waterstof? Nou, hier wordt uitgelegd: waterstof is het meest voorkomende element waar het circa 3/4 van de massa in het universum bestaat. Waterstof is het eenvoudigste element in het universum. Het bestaat uit één proton en één elektron. Het is ook het lichtste van alle elementen en gassen. 14 keer lichter dan lucht. Het is kleur- en geurloos en niet toxisch. Het veroorzaakt dus geen zure regen, tast de ozonlaag niet aan en veroorzaakt geen schadelijke uitstoot zoals CO2, het broeikasgas. Nou, waarom is waterstof de meest efficiënte brandstof? Het heeft in vergelijking met andere brandstof de hoogste verbrandingswaarde per kilo. Het levert ook 2 tot 3 keer meer energie dan de meeste andere gangbare brandstoffen. Dus daarin is het ook veel effectiever. Waarom is het de schoonste brandstof? In tegenstelling tot brandstof op koolstofbasis ontstaat er bij de verbranding van waterstof geen schadelijke bijproducten. Wanneer waterstof een verbinding aangaat met zuurstof in een brandstofcel, wordt uitsluitend energie en zuiver water geproduceerd. Tot slot heb ik ook nog even gekeken van, zijn er nog risico's als het gaat om waterstof en wat is daarover te vinden? Hier is nog een artikel over de risico's dan. En dat stond op fluxenergie.nl. En dit is een bijdrage van Menno van der Veen. En dit komt uit de Leeuwarden Courant. En die zegt: het is geen goed idee om waterstof te gebruiken als energiebron voor het openbaar vervoer. Dus dit is wel specifiek gericht op openbaar vervoer. Nou, als je een artikel zo leest, en dan staat er onder andere: tenslotte is waterstof geclassificeerd als highly toxic en explosive. Waterstof dient opgeslagen te worden onder druk van 700 bar. En waterstof is ontvlambaar. Nou, dus dat is wel weer een risico dan met waterstof. Dat het een heftige explosie kan geven. Blootstelling aan toxische stoffen in geval van een calamiteit. Ja, het is dus wel een middel wat een risico heeft. Risico bijvoorbeeld explosiegevaar. En daarin is het natuurlijk minder veilig als je het vergelijkt met normale elektrische oplossingen. En dan vraag ik me wel meteen af, hoe zit het dan in je woning? Kijk, ergens vond ik het ook wel een fijn idee van, als je van gas afgaat, dan ga je wel af van een gevaarlijke stof. Hè? Ik bedoel, hoe vaak in een jaar hoor je wel niet dat er ergens weer een appartement explodeert en dat er een flatgebouw explodeert door dat gas, door een gaslek of iemand laat het bewust vol met gas lopen. En dat kan ook natuurlijk per ongeluk gebeuren. Dus dat is een gevaar wat ik graag wil uitsluiten. En als dat dan weer terug moet komen via de waterstof, dan is dat wel iets om serieus over na te denken of ik dat dan wel wil in de toekomst. Nou, dat was het even over de waterstof CV-ketel. Ik hoop dat je het interessant en nuttig vond. Zie je volgende keer weer bij een volgende video.